jongens. Vandaag wil ik jullie kennis maken met cranberries. En waar kan je ze plukken? Waar komen ze vandaan? Cranberries komen oorspronkelijk uit Canada. Die zijn ooit aangespoeld hier op eiland de Schelling. Jullie hebben net gezien achter mij Brandaris. En waarom ik wil jullie kennis maken met cranberry? Want cranberry is heel gezond voor ons lichaam. Dus heel veel vitamine C. En die zijn heel zuur. En doordat het zure smaak heeft die en komt in onze lichaam. De bacteriën, colibacteriën die veroorzaken blaasontsteking, die kunnen niet overleven in ons lichaam. En de cranberry is ook heel gezond voor ons. En tegen blaasontsteking, je kan ook profilactisch, dus eigenlijk voorkomen dat die blaasontsteking, vrouwen in menopauze, want ja natuurlijk, onze vagina heeft niet meer zoveel bacteriën die kunnen die slechte bacteriën strijden. Door cranberry regelmatig gebruiken, ook in oude leeftijd, voorkom je blaasontsteking. Ik weet, ooit was ik bij mijn ouders in Polen en mijn zus had last van blaasontsteking, brandende gevoel. En het enige wat ik zei, ma, heb je cranberry sim nog die van mij? En nou, toen gaf ik aan mijn zus die cranberry sim met theelepeltje. Ik zeg, nou, ga maar eten. Ik zeg, wat moet ik dan? Gewoon eten, veel eten, hele potje leeg, water drinken. En dan, jullie gaan niet geloven, maar de klachten zijn gewoon afgenomen. Dus hij gaat geen last meer. De cranberry kan je hier op eiland eigenlijk plukken. Vrij is het gegeven voor volk na oktober. 1 jaar is 1 oktober, dit jaar is het na 19 oktober. Je kan hier vrij plukken voor jezelf. Ik heb hier een beetje geplukt. Ik pluk niet 100 kilo. Vroeger pluk ik veel meer. Maar ja, ik pluk gewoon voor mezelf. Ga ik ze lekker invriezen. En je gaat gebruiken gewoon gewone suiker of honing. Maar nooit gelei-suiker, want dat heb ik 1 keertje gedaan met gelei-suiker. Dan kon je die jam gewoon snijden met mes, want dat was zo hard. Want de cranberry die heeft heel veel pectine, ik heb eerder geteld. Dus daar hoeft geen gelei-suiker. Dus ik zou zeggen, jongens, ga maar lekker weekendje weg te Schelling. Ga maar lekker in de duinen. Ik ga maar lekker ploeken voor jezelf cranberries. En gewoon gebruiken, bron van vitamine C. Doei!